Tijdens zo'n gitaarfestival kom je bekende, onbekende grootheden tegen. Een van de bekende grootheden is ongetwijfeld René van Zutphen. René, vaste gast op het gitaarfestival. Wat ga je dit jaar doen? Grootheden zei je toch niet, hè? Ik zei grootheden. Nou, hoe dan ook. Dit is het vijfde jaar van het gitaarfestival en ik doe bijna elk jaar mee. Dit jaar ook weer met een projectband, gelegenheidsband. En we spelen muziek van The Birds. Hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Hoe ontstaat zoiets? Vorig jaar had ik een projectband, daar deden we muziek van de Beatles. Met weer wat andere vrienden. En dit jaar, vrij vroeg in dit jaar al, heb ik op mensen gebeld. En die deden ook allemaal mee, maar de een naar de ander viel af. En wat je hier ziet, is eigenlijk, dat zijn degenen die volhielden. Noem eens een paar nummers van de Birds waarvan jij zegt dat mensen ze allemaal moeten kennen, ook de jongeren. Mr. Tambourine Man kent natuurlijk iedereen. Turn, Turn, Turn waarschijnlijk ook wel. You Ain't Going Nowhere. Ja, er zijn heel veel nummers van de Birds die misschien net wat minder bekend zijn tot je ze hoort. Is het spelen misschien makkelijker dan de vocalen goed op elkaar afstemmen wat de Birds betreft? Het is allebei niet zo gemakkelijk als het lijkt. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle over gitaar hebt tegenwoordig in Nederland, dan komt al heel snel de naam Ruben Hoeken voorbij. En hij zit hier. Afgelopen jaar was hij hier ook. Wat ga je vandaag doen? Ik ga 's middags eerst een workshop doen met kinderen. Over gitaren praten, over wat ze hebben geleerd en een beetje meespelen. Misschien kan ik ze wat leren. Dat vind ik al hartstikke leuk. En dan om 4:00 heb ik dan een workshop in of een soort clinic in de andere zaal. En dan ga ik dat herhalen, maar dan ook met volwassenen erbij. Dan ga je straks aan die kinderen vragen, wat was jouw eerste contact met de gitaar? Hoe was dat bij jou? Ik voetbalde altijd, van mijn 5e tot mijn 11e, 12e. Niet op een club, maar ik was gezegend met dat ik in een buurtje woonde in Krommenie met 10 kinderen van mijn leeftijd. Dat was elke dag voetballen, soms zelfs nog voor school, in de weekenden sowieso. En op een gegeven moment, ik was een van de jongsten en iedereen ging naar de HAVO of naar de MAVO of naar het Atheneum. Dus het groepje viel een beetje uit elkaar en op een gegeven moment zat ik dus in eentje nog met een voetbal daar. Een goos. Ja, het was een heel zielig verhaal. En we hadden een voetbalpleintje vlakbij een huis, wat je toen nog kon noemen een huis voor geestelijke gehandicapten. Tegenwoordig mag dat niet meer, maar dat was voor ons het huis. Dan had je Jaap. En Jaap was 2 meter hoog en die mocht dan plaatjes kopen van de begeleiding daar zo. En dan ging hij naar het dorp en dan kocht hij de nieuwe platen. En in de zomer dan mocht hij met de ramen opendraaien. Dat was natuurlijk heel uitzonderlijk. Dan mocht hij even lekker herrie maken. En ik weet nog heel goed dat hij het intro draaide van Sweet Child O' Mine, van Guns N' Roses. Dat is alleen het gitaarintro op de LP. En zodra Axl begon te zingen, toen ging die naald ging terug naar het begin. Weer het intro en dan begon Axl weer te zingen en dan ging die naald weer terug naar het intro. En misschien heb ik het wel geromantiseerd hoor, maar het maakte wel meteen een soort indruk. Want ik wist eigenlijk ook niet precies wat het was. Ik wist ook natuurlijk wel dat het muziek was, maar ik wist niet, dit was wel een gitaar. Maar wat weet je als kind. Dus, hoe oud was je toen? Nou, ik denk dat ik 10 of 11 was. Het was echt wel laat, zeg maar. Of tenminste, ja. Wat is laat? Ja, daarvoor was ik niet zo mee bezig. Ik was met voetballen bezig. Vond ik veel leuker, met allemaal vriendjes. Maar toen ik dat hoorde, toen had ik zoiets van, oh ja. Dat kwam wel echt toen voor het eerst echt binnen. Dat ik dacht van, dit moet ik hoe dan ook kunnen. Want die melodie greep me, zeg maar. En toen leende ik van een van mijn voetbalvrienden een gitaar. En die was ondertussen elektrisch gaan spelen. En ik mocht zijn akoestische gitaar, die mocht ik lenen. En samen met mijn zuster mochten we elke dag die akoestische gitaar op onze kamer. En dan op een gegeven moment pakte ik hem nog even snel of een dag extra. En dat is zo is dat begonnen eigenlijk. Dus daar liggen de allereerste stappen tot vandaag. Nou gaan we binnenkort op het strand afscheid nemen van de Engelsen. Of die Brexit nou doorgaat of niet, daar ben je ook bij. Hè? Ja, dus dan wordt het spannend of ze toch weer uitstel krijgen of niet. Ja, ik weet niet. Maar het feest gaat in ieder geval door. Dus. Weet je al hoe laat je speelt? Ik dacht om 6:00. Ja.
wens ik je daar in ieder geval alvast veel plezier mee. En ook vanmiddag veel plezier. Dankjewel.